We hebben in totaal 4.555 euro opgehaald. Dankjewel allemaal. Dankjewel. Super gedaan. Heel gaaf. Ja. Nou, ik ben ondertussen eventjes in mijn eentje verder. En een soort sierornamentje, ik weet niet precies. Denk ik. Nou, in mijn eentje is ook niet helemaal waar. Kijk, daar loopt al iemand. Daar lopen wat mensen. Daar loopt iemand. Daar zit iemand. En ja, dit is wel ingezaaid, maar dit is, hoe noemen ze dit? Het is een soort bemestingsgewas. Dus dit wordt straks gewoon doorgehutseld door de grond. Dus gewoon zodat er wat op staat, meer niet. Wacht, zal ik even een borsteltje overheen halen? Kijk, ik hoef hem natuurlijk niet zelf te vinden, maar geen video zonder Toy Soldier, hè? Hij is leuk. Zo is dat. Ja. En weer het hoofd weg, hè? Ja, hè? Altijd. In beide gevallen. Maar hij is wel leuk. Ja. Ja, absoluut. Ja, het zijn toch vooral knoopjes, duitjes en musketkogeltjes die eruit komen. Absoluut niet minder leuk. Maar ja, om te filmen misschien een beetje eentonig. Maar wel leuk. Kijk, dat is waarom je altijd die kleine krummeltjes moet opgraven. Kijk eens, wat een prachtig muntgewicht. Super gaaf. Het is nog heel scherp. Je ziet een mannetje met een soort speer. Ja, hij is echt super mooi. Heel erg leuk. Het is een muntgewichtje. En met dit gewichtje kon je een munt wegen. Daarom heet het ook muntgewichtje. En daarmee kon je ze eiken. En dan wist je of de munt nog de juiste gewicht had. Of dat er wat van afgeknipt was. Een soort van vals spelen. Voor het innerlijke iets is ook verzorgd. Ik zie er broodjes met hamburger en broodjes met worst. Broodjes met van alles en nog wat. Honger, jongens? Allemaal honger. Naast dat jullie honger hebben, nog wat gevonden? Of wat mijn spul. Heel veel aluminium, dat wel. Ja, ja, daar waren wij ook al achter gekomen. Ja. We staan hier voor in de rij voor. Het Ruutje. Ed heeft mijn volgende camera. Ik wil namelijk deze camera. Ja, de trofees moeten weer uit de kast komen. Heiligangers, hè? Oh, nee, een heiliganger. Ja. Dat is wel zilver, deze. Leuk. Leuk. Die moet je eigenlijk inderdaad wel vinden als je hier in de buurt zoekt, hè? Ja. Anders kom je er niet uit. Nice. Hey! Dus zijn we weer! Ho ho ho! Ho ho ho! Holle kers! Nadat je proef laat, is het gevonden. Ik denk een heel oud muntje. Of een muntgewicht. Ja, ik ben niet zo thuis in deze contraien, maar hij is redelijk zwaar en hij is van koper. En er zit echt wel een goede... Hij is nog mooi. Ja. Determinatiehoekje, toch? Determinatie. Ja, dat wordt hem. Daar gaan we zo even langs. We gaan gewoon straks even langs de determinatiehoek. Zeker. En we hebben hem samen gevonden, want ik pakte hem met deze en toen gingen we... ik vond dat een mooi signaal op de Quest Q60 en toen hebben we de Deus 2 erbij gepakt. Raymond is alweer aan het graven. Ja, hij heeft gelijk. Gewoon doorgaan. Toen hebben we hem erbij gepakt en toen kwamen we eigenlijk op een gelijkwaardig mooi signaal.
moet ik er wel bij eerlijk zeggen dat als de signalen wat dieper zijn, dat de deus veel langer mooi doorkomt. Maar in dit geval kwamen ze eigenlijk bij beide detectors overtuigend binnen. Ja, zeker ja. Graven deze. Leuk. Nou, we gaan straks bij de determinatiehoek kijken of iemand kan vertellen wat het is. Ja. Ik ben bang dat het toch... Een ander... Kijk, zo doen we dat. Wat heb je? Zo, hoppa. Hoppa. Ja, mooi. Het is ook gewoon 3 meter, hè? Volgens mij. Ja, 3 meter gelopen. Mooi. Gaaf. Ik sta er bij jou nog niet helemaal. Top. Hoe is het, Serge? Moe. Moe. Voldaan, moe, verrot. Ik moet heel eerlijk zeggen, je hebt het goed voor elkaar. Nou ja, het was. Ik moet ook even eerlijk toegeven, ik heb het niet allemaal aan mezelf te danken. Ik heb heel veel mensen om me heen die mee hebben geholpen en gewerkt. Ja. Maar ja, het gaat erom wie je kent en niet wat je kent. Ja, ook. Dat, maar het is. Als ik voor volgend jaar weer zoiets moet neerzetten, dan wil ik daar een heel jaar de tijd voor hebben. Dit was. Kort maar krachtig. Ja, dus aardig dat ik. Ik denk dat ik vanavond thuis kom, dan is het gewoon klaar. Ja. Dat is het einde oefening. Laten we eerlijk zijn, je had genoeg land. En er zijn leuke dingen gevonden. Ja. Absoluut. Er was lekker wat te eten. Meer dan genoeg zelfs. Voor de mensen die nog wat nodig hebben, stond er een steentje. Ja, ook nog. En we gaan straks nog loodjes trekken. Ja, zeker. Nee, maar het was echt serieus super geslaagd volgens mij. Complimenten. Ja, complimenten, absoluut. Dankjewel. Geen dank. Voor groen 344. 3-4-4. 3-4-4. Kijk. De trotse winnaar voor een Quest X10. Gefeliciteerd. Dankjewel, man. Ik mag de Amphibio weggeven. Kijk. En dan vonden ze leuk als ik de Amphibio ging weggeven. Ja, van harte gefeliciteerd. Zo! Tenminste, we moeten het eerst nog controleren, hè? Ja, 235. 235. 235. Mag je even omdraaien? Ja. Dan mag je even op de foto samen met Ruud. Ja. Doria. Ah, dat vind ik leuk. €4.555 opgehaald. Als dat niet een beetje de kerstgedachte in ere houdt, dan weet ik het ook niet meer. Toch? Ja, toch. Dus we gaan even. Dank jullie wel allemaal. Dank jullie wel. Super gedaan. Heel gaaf. Ja.